It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Ho is de Engelse benaming van een hoer. Straattaal. Merry Christmas! Kerst is een tijd van samen zijn. Kerst is een tijd met familie en gezelligheid en vooral tering veel vreten. Met kerst ga je uitpakken. Je gaat mooie dingen maken en het is allemaal moeilijk en het moet allemaal lastig. En een kip met een truffel in zijn hol. Hou het simpel. Kerst is al stressvol genoeg. We gaan een gerecht maken. Die heb ik al vaker voorbij zien komen in de comments hier beneden. Beef Wellington. En wie heeft nou als het ware het recept Beef Wellington een beetje naar zichzelf toegetrokken? Mijn grote vriend Gordon Ramsay. What are you? An idiot sandwich. De naam Beef Wellington komt van de hertog van Wellington, Arthur Wellesley. Zijn koks wouden iets tofs maken, want ze hadden volgens mij... Wat hadden ze tijdens de beroemde slag van Waterloo? Het heeft ook met Napoleon en shit te maken. Rundvlees met een duzel. Het is een soort paté gemaakt van champignons. En wat in de oorspronkelijke Beef Wellington zit, was ganzenlever. Als je lekker met de fam zit, lekker aan tafel, lekker met z'n allen, lekker te genieten van de Beef Wellington bijvoorbeeld, kan je ook nog eens een keer uitleggen van, hey, weet je waar de Beef Wellington vandaan komt? Kun je het toch mooi van tafel vertellen. Een kilo ossehaas. Kost wel iets, maar dan heb je wel wat. Dit stuk ga ik in tweeën delen, zodat je twee keer een Wellingtonje kan serveren. Doe je er een klein beetje zout overheen zo. Ander stuk ook. Pak je een klein beetje peper. Gooi er 2 eetlepels olie doorheen. En lekker heet laten worden. Pak je een stukje ossehaas en die gooi je in de pan. Het gaat er niet om of dat je hem gaar gaat maken, maar het gaat om het kleurtje. Zo, oh, lekker man. Je moet ze even insmeren met mosterd. Godverdomme, liep de camera staat uit. Gewoon lekker een beetje liefde geven, zo een beetje. Het mosterd wat erop zit, trekt in het vlees. Extra dimensie, extra lage smaak. Dit zet je even in de koelkast. We hebben 700 gram champignons. En die gaan we helemaal blenderen met een knoflookje erbij. Dit is onze duzel, zoals dat mooi heet in het Frans. Dat gaan we aan de binnenkant van onze Beef Wellington doen. Dat is de eerste laag die op het vlees gaat. Heb er 1 bakje, 400 gram, 700 gram, zoiets. 1 teentje knoflook. 2. 3 teentjes knoflook doe je erbij. Klaar. Dit is een soort, ja wat is het, een soort puree. Gewoon een droge pan, gewoon helemaal geen olie erin, helemaal niks. En heb je hier je champignonmengsel met knoflookjes. En die gooi je gewoon zo in je pan. Al het vocht ga je eruit bakken. Kijk dan. En dit moet je helemaal droog bakken. Tijd voor je tijm. En die doe je erbij. En dan ga je het een beetje door elkaar roeren. Kijk. Alle vocht gaat al een beetje eruit. Dat is heel belangrijk voor je Beef Wellington om je champignons helemaal droog te koken. Peper bij. Gewoon lekker of zwaar. Heftig. 1 eetlepel paneermeel bij. Gewoon een klein beetje. Zo op deze manier. Zorg ervoor dat al het vocht nog extra wordt opgenomen door de broodkruimels. En dit is je duxel. Je duxel. Kijk dan. Doe je even op een bord even een beetje plat maken zodat het goed kan afkoelen. We gaan ons eerste laag maken met Parmaham. Vroeger deden ze dus met ganzenlever paté. Ja, je wil niet weten hoe ganzenlever paté gemaakt wordt, want dat wordt gewoon een trechter in die bek genomen van een gans of van een eend. En die wordt helemaal volgedaan met vreten, wordt vet gemest. En dan krijg je in plaats van dat je een rode lever hebt, donkerrode lever, krijg je een roze en soms een gele lever. Un non of vagra? Non, non. Parmaham. 2 stukjes keukenfolie. Ze moeten elkaar een beetje overlappen. Je duxel, hier ga je je champignonmengsel op doen. Dat gooien we erop. Kijk dan. Je legt een stuk vlees in het midden. En dan pak je heel je mengsel en die doe je er overheen.
totdat hij helemaal aansluit. En blijf vooral de druk erop houden. Strak inpakken en dan pak je de zijkant beet en die draai je rond. Kijk, en dit wordt je beef wellington. Half uurtje in de koelkast. Doe een stukje bakpapier. Doe je een klein beetje bloem eroverheen. En dat is één stukje. En die leg je tegen het andere naadje aan. Heb je nog een stukje? Leg je er ook over het naadje heen. Vier stukjes. En die leg je er ook zo overheen. Bakpapier die leg je erop. Zo. En dit doe je eigenlijk puur zodat het allemaal aan elkaar vast komt te zitten. En die leg je in het midden neer van je bladerdeeg. Die gaat je bladerdeeg eromheen vouwen. Dus zo. Kijk. Kijk. Hupte. En dan ga je hem een beetje vormen. Dus dan mag je best wel een beetje oprollen. Je folie eroverheen. En dan heb je je beef wellington in principe klaar. Dit doe je nog even een half uurtje in de koelkast. En dan doen we hem in de oven. En ik zeg wel in de oven, en dat kan ook allemaal. Maar ik ga hem in de barbecue doen. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die zomer in zijn bol. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Laat je lekker gaan, hoera, de barbecue staat aan. Lekkere vuurtjes stoken en wat vleesjes op de grill. Ik doe het op de Bastard, een Kamado. Daar gebruik ik indirecte hitte. Daar heb je plate deflectors voor. Dus die doe je op, dus dan doe je niet direct op het vuur. Nee, je doet deze tussen. En dan maak je eigenlijk een soort, hiermee maak je eigenlijk een soort oventje van je barbecue. Je moet zorgen dat die op 220 graden is. En dan ga je hem een minuutje of 40 doen. En wat heel belangrijk is trouwens, voor je beef wellington, is de interne temperatuur. Want je kan aan de buitenkant niet zien of die gaar is, klaar is, whatever. Is de interne temperatuur. En dan heb je deze nodig. Deze steek je er zo in, huppatee. En dan kan je hier de temperatuur aflezen. Als je hem nou een beetje bloederig wilt, dan moet hij tussen de 50 en 55 graden zijn. Wil je medium rare, dan moet hij tussen de 55 en 60 graden zijn. En als je hem nou medium wilt, dan moet hij tussen de 60 en 65 graden. En wil je hem well done, dan is hij tussen de 65 en 70. Maar dat wil niemand met oshaas, dus fuck jullie. Wij gaan hem tussen de 60 en 65 graden gaan we hem doen. We gaan hem op de barbecue gooien. Bakpapier overheen. En heb je hier je beef wellington. Hier is de naad waar je hem hebt. En daar leg je hem op. Je pakt hier één eigeel, verroeren en dan smeer je je beef wellington in met het eigeel. Dan gaat hij een mooi kleurtje krijgen. Anders chef, dan gaan we, doen we zo en doen we huppatee. Dan heb je nog een stukje bladerdeeg over en wat je daarmee kan doen is, kijk, één. Kijk, en dit kunnen blaadjes worden. Dan pak je een beetje eigeel. Nu kun je met de achterkant van je mes, doe je gewoon. En dit is één blaadje, kijk. Zie je dat? Die doe je erop. Die doe je zo. Dan nog een klein beetje eigeel eroverheen. Kijk, hier zo. Kerstblaadjes heb je ook nog erop zitten. Kijk dan. We zetten hem op 63 graden interne temperatuur. En dan zorg je dat hij, dit is het dikste stuk, hier zo in het midden. En dan zorg je dus dat je hem hier aan de achterkant erin steekt. En dan zorg je dat je hem helemaal doordrukt tot en met het midden. En dat is klaar. Nu gaat hij de barbecue in. Ja, ja. Kijk dan. En hij is gewoon klaar. En dan gaan we hem opensnijden. En dan gaan we kijken of die daadwerkelijk echt gaar is aan de binnenkant. Kijk dan. Kijk dan! It's beginning to look a lot like Christmas. Oh, het is gewoon gelukt. Dan gaan we een klein stukje afsnijden eventjes. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. Mm. Oh. Alsof er een kerstfeestje in mijn mond is. Mm. Oh. Mm. De parmaham en de zelle fucking nice. Geeft super veel smaak aan je wellington. Bij mij is die medium. Als je hem nou medium rare wilt, doe je hem gewoon even iets korter. Mm. Oh. Mm. Holy shit. Alsof baby Jesus in mijn mond zit. Allemaal fucking fijne kerstdagen. Maak vreten. Eet. Geniet met vrienden en familie. En doe lekker je ding. En tot volgende week. Oh. Lekker man.